Ja, tegenover mij staat Janneke Rozen en Danny Moorman. En jullie zijn de prinses van Kansplus, ben jij? En jij bent natuurlijk de prins van Kansplus. Ja. Janneke, is het voor jou de hoeveelste keer, vraag ik? De derde keer al. Zo, de derde keer. En vind je het nog steeds leuk om te zijn? Ja. Ik denk dat jij het altijd heel goed hebt gedaan, want anders vragen ze jou niet voor de derde keer. Nee, hè? Nee. Maar je blijft het nog steeds leuk vinden. En jij, Danny, voor jou? Ook. De eerste keer voor jou. En vind je het ook wel leuk om het te doen? Ja. Ja. En gaan jullie straks, dat is ook even nog de vraag. Jullie lopen stage of jullie werken. Janneke, jij doet ook stage, hè? Ja, bij de zorg. De zorgboerderij. De harde hoeven. Ligt die in Baarle-Nassau? Ja. En ga je er op de fiets naartoe elke dag? Nee, met de auto. Oh, met de auto. En Danny, jij komt oorspronkelijk uit Moergestel, dacht ik, hè? Ja. Ja. En jouw vader die was ook bij het carnaval. Ja. Hoe heette die club? Weet je dat? Dorslegel. Dorslegel. En was jouw vader, waar was die daar? Prins en adjudant. Prins en adjudant? Ja. Zeg, overdag buiten het werk, stage lopen, zit je ook op school, denk ik, hè? Ja, de Metielschool in Tilburg. Oh, de Metielschool in Tilburg. Dus de andere dagen ben je op school. Ja. Oh, dat is heel mooi. En jij, Danny, jij werkt geloof ik, hè? Ja. En wat doe jij? Wassen en een treug uit halen. En die moet je dan al die onderdelen apart bij elkaar Ja, en een motorpad houden. Zo, en dat gaat goed? Ja. Ja, ik denk dat het heel... Bij je goed wonen, is het nog steeds leuk waar jullie wonen? Ja, dat is heel leuk huis. Ook van alles te doen vaak? Ja. Doe je dat allemaal met elkaar? Ja. Zeg, ja, er gaan natuurlijk een aantal dingen gebeuren. Het is nu voor jou de eerste keer dan dat je prins bent en jij voor de derde keer prinses. Dus jij kent het klappen van de zweep, hè, wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Op zondag, wat gaat er dan gebeuren met carnaval? Dan is het iets bijzonders voor jullie, hè? Zondagmorgen. Dan zijn er heel veel mensen. In de kerk. In de kerk. Ja. Dat is de mis van Kansplus. Ja. Het is altijd heel erg druk, hè? Als jullie er zijn, dan sta je op het altaar. He, met een pastoor en zo. Dus dat zal wel best weer mooi worden. En er is ook muziek bij, hè? Ja. Dan komt er een orkest, geloof ik, hè? Of een dweilorkest. Ja. Zeg, en dan, je hebt trouwens wel een mooie jurk aan. Is dat de jurk die je... Nee. Nee? Heb je nog een mooie jurk? Ja. Oh, moet die nog gemaakt worden? Hé, hey, die heeft mama besteld. Oh, hij is besteld. Oh, dus met carnaval dan zien we een nog mooiere prinses. Ja. Zeg, en dan is er nog, jullie doen ook een aantal activiteiten, hè? Ja. Jullie gaan hier en daar ook naartoe natuurlijk. Ook in Oosterwijk, in Pannenschuur, zijn jullie daar ook? En, ja. En is dat ook leuk in Pannenschuur? Ja, Pannenschuur is altijd leuk. Ja, namens Lovo wens ik jullie een heel fijn carnaval en bedankt voor het interview. Ja. Ja.